Deze periode worden er in Nederland wekelijks duizenden vluchtelingen opgenomen. En dat gebeurt niet alleen in sporthallen of zalencomplexen, maar ook bij mensen thuis, zoals hier in de Betuwe. Wat bewoog u om uw huis open te zetten voor deze mensen? De liefde voor de medemens, want als je ermee in contact geweest bent, dan merk je dat het gewoon mensen zijn. Aan de andere kant is het een enorme Bijbelse opdracht. En zo ga je uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid, die zal zijn als de middag. En ik geloof dat we dat ook ervaren. Voordat jullie die vluchtelingen opnemen, komen er heel wat praktische zaken bij kijken. Waar moet ik zoal aan denken? Nou, wij hebben een fruitteelbedrijf en in de oogst komen er Polen hier plukken. Dus daar hadden we slaapplaatsen voor en in de kantine staat een kookgelegenheid, is daar een koelkast. Ja, dan moet er een kinderbedje komen en beddengoed, trappelzak. Ik dacht van, nou weet je, ik zet het op mijn status van, misschien heeft iemand wel een matrasje en een trappelzak. Nou, dat had ik een kwartier op mijn status staan en toen had ik echt alles. De kasten liggen vol. Ja. Dus de Heere zorgt. Ja, Hans, jullie hebben de Leidse Hoeve opengesteld voor vluchtelingen. Wat gebeurt hier zoal door de week en wat zien we hier? Op dit moment is hier een uitdeelcentrum voor kleding georganiseerd. Kleding geschonken door mensen van kerkelijke gemeenten, maar ook door inwoners van de gemeente West-Betuwe en de gemeente Neder-Betuwe. Aan de vluchtelingen worden allerlei activiteiten geboden. Ze mogen meehelpen met het klaarmaken van de maaltijd. De kinderen mogen spelen in de speeltuin. Ze krijgen les. Waarom vinden de mensen die hier komen zo belangrijk om die lessen gelijk op te pakken? Ze vinden het heel belangrijk dat hun kinderen een bezigheid hebben. Dat hun zelf ook een bezigheid hebben. Ze geven het aan dat wij in Oekraïne, wij hebben een bezigheid. Wij zijn altijd ergens mee bezig, werken, leren, school. En ze willen dat ook heel graag dat hun kinderen ook zo snel mogelijk de taal kunnen leren. Zodat zij s'avonds als ze aan tafel zitten, als ze de gezinnen waar ze wonen praten, dat ze ook kunnen meepraten. Kamer, lamp, tafel, stoel en dat wordt dan allemaal vertaald voor ze? Ja, klopt. Wij hebben dat zo speels gedaan. Eerste les, zodat in ieder geval ze weten wat staat allemaal hier in het kamer. Zodat zij dat ook weten in Nederlands. 4, 5, 5, 9, 10. 10. Goed zo. Wat doet het met u persoonlijk om deze mensen hier allemaal te verwelkomen? Men geniet hier. En dat is toch wel bijzonder dat je voor mensen die uit zo enorme, dramatische, ellendige situatie komen, dat wij dit in Nederland aan hun kunnen bieden. We zien echt elke minuut, en niet eens bewust, het wordt echt geleid en je wordt echt geholpen. Dus het geeft op meerdere wijzen geeft dat een enorme voldoening. Want wat voor impact maakt het op u persoonlijk, uw huis openstellen voor deze mensen? Je wordt er echt een ander mens van. Je wordt echt anders als je dit ervaart. Ik raad het iedereen aan. Je relativeert hier alles. En, het is hier het land van de rust niet. Hè? Maar daar staat er ergens in Hebreeën, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Hoe probeert u de vluchtelingen die bij u onderdak krijgen, hoe probeert u die in aanraking te brengen met uw eigen christelijke geloof? Wij doen gewoon zoals we gewend zijn, dus er wordt gewoon hardop voorgelezen de Bijbel. En datzelfde hoofdstuk lezen hun mee in de Oekraïnse Bijbel. En vervolgens wordt het ook hardop voorgelezen door een van hun gezin, dat hun het ook kunnen verstaan. En zo proberen we niet alleen dat we ze voedsel te geven, maar ook iets meer. Het gezin wat bij ons is, dan is het wel Oosters-Orthodox. Zou er wat zijn als er straks, van die groep die hier zijn, dat er straks een aantal zullen staan van de rechtse kant, hè, bij het lam. Jullie weten niet hoe lang de situatie duurt, hoe lang de mensen hier verblijven. Dat lijkt me ook wel lastig. Ik wil mijn kinderen ook niet kwijt, dus hen ook niet. En ik zeg al, dat was al heel snel dat ik tegen mijn man zei van, als ze weggaan, dan denk ik dat ik dagen loop te huilen. Dus al blijven ze jaren, we zien het wel. Dat wachten we ook maar af van de Heer. Ik ben blij dat toen ze hier kwamen, die gezichtjes zo bedrukt. Er kon geen lachje af, al glimlachte ik naar hen. En nu lopen ze op de trampoline te springen en ik hoor ze grillen en lachen. Je voelt liefde wederzijds en dat is geweldig. Wat zou u die mensen mee willen geven die zoiets hebben van, ik wil ook vluchtelingen opnemen in mijn huis? Blijf nuchter. Verwacht het van de Heere. En het komt goed. Je krijgt meer zegen dan dat je verwacht. Echt, sinds dat ze er zijn, heb ik vrede in mijn hart en rust. En dan denk ik,
het komt goed. Zou jij ervoor openstaan om jou eens open te zetten voor vluchtelingen? Laat het weten in de reacties en abonneer je op ons kanaal.